Anneke de Boer, honden en vuurwerk, dat gaat niet goed samen, hè? Nee, vaak niet, inderdaad. Honden en ja, ook katten ook, die zijn vaak angstig voor harde geluiden, onverwachte geluiden. Ook het fluiten en het sissen, wat vuurwerk vaak doet. En wat ze doen als ze angstig zijn, dan gaan ze op de vlucht. En dat zorgt er ook voor dat ze dus rare sprongen kunnen maken tijdens zo'n schrik van het vuurwerk. Hondenbezitters en in zekere zin natuurlijk ook kattenbezitters, waaraan kunnen die merken dat een hond onrustig wordt gedurende de, zeg maar, de oudejaarsdag? Vaak begint het al eerder dan dat je verwacht. Vaak wordt er toch ook al hier en daar wat geknald, iets eerder dan om 12 uur 's nachts. Wat je merkt is dat ze onrustig worden. Ze weten niet precies waar ze moeten gaan liggen. Ze kunnen gaan piepen, wat trillerig, wat angstig. Slechter eten, minder drinken, niet hunzelf. Dus niet graag naar buiten willen. Grote ogen, angstig. En welke dingen kunnen hondenbezitters nou zelf doen om de dieren toch wat te kalmeren en misschien wel voor te bereiden op vuurwerk? Er zijn zogenaamde vuurwerktrainingen. Het is wel zo dat je daar op tijd mee moet beginnen. Dus bij wijze van een week van tevoren is echt te laat. Dan moet je echt denken aan een half jaar van tevoren eigenlijk al beginnen met zo'n training. Die werken vaak wel heel erg goed. Het kost wel heel veel tijd en geduld om dat te kunnen voortzetten. Thuis kun je natuurlijk ook wat aanpassingen maken. Een bepaald plekje wat creëren met eventueel een doek erover waar ze zich kunnen terugtrekken. Sowieso katten binnenhouden. Je weet niet wat ze gaan doen als ze schrikken. Of ook voor gevaar dat ze geraakt worden door iets. Honden aangelijnd uitlaten. Een hele andere vraag. Hoe lang duurt het voordat een nieuwjaarsstress weer weg is bij honden en katten? Dat kan best wel eventjes duren. Dat is niet meteen de dag erna alweer over. Ze kunnen daarvan schrikken en ze zullen alert zijn in die tijd daarna. En als ze iets soortgelijks horen, een knal of onweer of wat ook, daar kunnen ze weer van schrikken. En het kan ook doorgaan, die schrik. Dus als ze dan één keer geschrokken zijn, dan kan het ook erger worden naarmate ze het weer horen. Dus wat jou betreft, geen vuurwerk met oud en nieuw. Het is natuurlijk heel mooi, maar het is voor de dieren inderdaad geen plezier. Nee, het is niet fijn voor ze.